Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van West-Europa kunnen we zien dat we te maken hebben met zonneschijn in een heel groot deel van Europa. heeft te maken met een hoge drukgebied in de buurt van de Baltische Staten. Aan de zuidkant van het hoge drukgebied stroomt vrij warme en droge lucht richting Nederland. Alleen in het zuiden van Nederland, zuidoosten, daar komen nog wat wolkenvelden voor die daar trekken. Als we wat meer in detail gaan kijken, dan zien we dat er wat beter terug. Boven Duitsland zien we brede opklaringen en die gaan vannacht nog over ons land heen trekken. Ook vanavond is op veel plaatsen toch wel helder. In het zuiden nog wat wolken. Het koelt af tot een graad of 20 halverwege de avond. En komende nacht zakt de temperatuur verder naar zo'n 15 of 14 graden. Later in de nacht zou er mogelijk wat nevel of een enkele mistbank kunnen ontstaan. Morgen overdag lossen de nevelen meestal snel op en dan schijnt vrij geregeld de zon. In het zuiden en zuidoosten komen al wat meer wolken voor. In de loop van de dag gaan die wolken zich verder over het land uitbreiden. Het wordt daarbij nog wel warm, 24 tot 26 graden, en er staat niet al te veel wind. Later in de middag en in de avond ontstaan een aantal regen- en onweersbuien in het oosten en zuidoosten van het land. Die buien trekken vervolgens langzaam naar het noorden tot noordwesten, maar waarschijnlijk in het noordwesten blijft het op de meeste plaatsen droog. Kijken we dan naar het weer in het weekeinde. Zaterdag en zondag. Een afwisseling van wolken, zon en een aantal buien. Vooral zaterdag zijn er nog een flink aantal buien. Zondag is dat wat minder. De middagtemperatuur levert wat in. Zaterdag wordt het een graad of 22, zondag rond 20 graden. Maandag nog een enkele bui, maar ook perioden met zon. De middagtemperatuur ligt dan tussen de 18 en 20 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.